Goed. Tuitert en Kramer zijn de mannen die Vancouver kunnen bereiken via het klassement. Stel dat Kramer de wedstrijd vandaag wint, nou, dan zou Tuitert hem nog voor kunnen blijven in het klassement door tweede te worden. Dus Tuitert heeft daar een tweede plaats in de wedstrijd, hoe dan ook genoeg om de beste Nederlander in het klassement te zijn. Maar ja, tweede word je niet zomaar. En in één keer weg. En Tuitert weet dat Sven Kramer de laatste binnenbocht heeft. Dus je moet een seconde voorsprong hebben op 1100 meter. Als specialist. Want als Kramer je ziet, dan komt hij je halen. Altijd. Dus Tuitert moet aan die voorsprong gaan werken. Met een opening in de 23. En die gaat er komen. 23-3. Ja, dat deed hij vroeger ook. Maar deze is Kramer ook in de 23. Ja, dat is sneller dan bij het WK. Ja. Tuitert heeft twee keer het wereldbekerklassement gewonnen over deze afstand. Ja, dat gaat hem dit jaar niet gebeuren. Maar hij wil best een Nederlander worden. In het Nederlandse klassement. Eerste hele ronde. Tuitert 26-1. Kramer 26-6. Dus hij kruist over Kramer 1. Ja, dan gaat Kramer. Gaat, hier komt je halen. Je moet naar binnen. Dat doet Tuitert. Het is een race van twee uitersten. Kramer een tiende sneller dan Oldeheuvel. Oeh, kijk naar Tuitert. Die benen zitten al vol. En hij moet nog een eentje. De Kramer ziet hem. Die komt je halen. Kijk maar, kijk maar. De rondetijd 27-6 om 27-6. Komt op het laatste ronde aan. Oeh, en Tuitert die kan al bijna niet meer. Die kan al bijna niet meer. Verschillende seconden. Daar komt Kramer. Tuitert nog de buitenbocht. Kramer de kortste route naar de streep. Tuitert vecht. Tuitert kan niet meer. Ze komen naast elkaar. En die hogere snelheid van Kramer. Ja. Kramer is eerder de bocht uit. Maar Tuitert heeft zich niet gewonnen. Kramer. Met gemak. 1-46-42.